different from your eyes. See you for a moment, even hope that I can feel you. I see you, all that I wanted was to tell you that I need you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD Valramor en vandaag ga ik politie op jullie spelen in singleplayer. Voor de mensen die het inmiddels wel weten, we wisselen steeds af van singleplayer naar multiplayer. En na multiplayer doen we dan weer singleplayer en zo door. Vorige keer hebben we multiplayer gedaan en ik had de Audi RS6 gepakt. Daarbij waren de collega's met een Audi A6 van de verkeerspolitie, een Volkswagen Passat van de verkeerspolitie en een Volvo V70 van de verkeerspolitie. We kwamen er al heel snel achter dat die Passat, ja ik spreek er altijd een beetje verkeerd uit geloof ik, dat hij weer heel snel was. En ik begon met één Passat tegen me en de andere jongens die ook wilden spelen, die hadden uiteindelijk gewoon iedereen had de Passat tegenover zich. Dus dat was wel lachen. Vandaag krijgen we gelukkig geen Passat tegen me, maar wel heel veel singleplayer politie NPC's, of hoe je ze ook wilt noemen. Vandaag met de McLaren P1. Ik heb nooit echt een oog gehad voor McLaren, maar ik vind hem wel zeker vet. Alleen ik zou hem nooit kopen als ik geld te veel had. En ik weet ook niet of die heel vaak rijdt. Maar jullie hadden eigenlijk allemaal massaal voor deze McLaren gestemd. Dus dat is wel grappig om te zien. Want ik zelf zou er nooit op zijn gekomen. Ik had gewoon gekeken op GTA 5 mods wat de meest gedownloade voertuigen zijn. En deze kwam er wel bij. Dus het is blijkbaar wel een bekende of een populaire auto moet ik zeggen. We gaan dus in multiplayer is het doel om gewoon 7 minuten of 9 minuten het handen te blijven van de politie. Dus van de collega's noem ik ze altijd maar even, hè, van de medespeler. Vandaag gaan we van punt A naar punt B en dat gaat vandaag hier bovenaan zijn. Met 5 sterren, dus volledig 5 sterren. Een beetje lijk. En we mogen niet gebruik maken van de snelweg. We mogen geen wapens gebruiken en we gaan niks anders gebruiken. Denk aan sticky bombs of heel dit menu. Het enige wat we wel mogen doen is 1 keer fix vehicle en clean vehicle. Dat mogen we 1 keer gebruiken en voor de rest dus helemaal niks. Meestal, mijn ervaring is helaas dat hij nog wel een paar keer crasht. Dus onderweg zullen we een paar keer misschien opnieuw de game moeten opstarten. En dan gaan we gewoon verder waar we zijn gebleven. Dat heeft een voordeel voor mij. Dan span ik weer een nieuwe mooie auto in. En het nadeel is dat ik steeds helemaal opnieuw mijn GTA moet opstarten. En dat toch niet heel leuk is voor de video. Maar we kloppen het af dat het vandaag gewoon, of het gaat vandaag helemaal goed. Daar gaan we gewoon voor. Jullie zien hier geen vehicle cop mode. Jullie zien hier Never Wanted. Die gaat nu uit, hè. Voor de rest gaan we ook niks knippen of plakken. Het gaat gewoon allemaal eerlijk zijn. Jullie kunnen dat dus zien. Set freeze wanted level. We zetten op 5. Terug. We gaan 6,5 kilometer rijden. Menu is in beeld. We gaan die kant op. En we wachten tot we de eerste politieauto of helikopter echt in beeld hebben. Hebben we die in beeld, dan gaan we gewoon vol gas die kant op. Ik moet wel zeggen, ik had net even met de auto gereden. Ik heb hem echt heel moeilijk onder controle. En ik moet ook echt met 2 handen dat stuur vasthouden. Dus dat moet ik echt gaan doen. Oh, ja, oké. Okay. Meestal is de regel inderdaad, op het moment dat ze gaan schieten, dan ga ik rijden. En dat deden ze nu. Dus we gaan. Nadeel van 5 sterren is, ze schieten op je. Jullie kunnen in beeld mijn stuur zien. En dan gaan jullie ook zien... Dit dan niet vocht. Hoe ik heen en weer ga van links naar rechts. Waarom is die Audi even snel? Ik ben helemaal niet zo snel met hem. Ja, ik moet hier tussendoor. Ja, top, dankje. Er komt een moment dat je met volle snelheid een band kapot krijgt geschoten. Ja, dan is het feest. Oh. Dat
Het was geen band, dat was gewoon ik die even de lucht in vloog. Ja, jullie horen allemaal brandweersirenes. Dat komt omdat de sirene van de Audi en van de andere voertuigen, ja deze dan niet, die hebben allemaal nog een luchthoren eronder zitten. Dan moet je nog steeds aanpassen. Dat is best al een tijdje terug tot ik zei tot dat gebeurde. Nu crash je helaas, ik ben zo terug. Nou, daar zijn we weer. Zoals ik al zei, het heeft voordelen en nadelen. Het nadeel is, we moeten toch weer gaan... We moeten toch weer opnieuw beginnen, zeg maar. Het voordeel is dat ik dus wel weer een clean vehicle heb. In principe heb ik niet echt, had ik niet echt schade. Dus de banden waren alle vier nog heel, dus dat scheelt wel. Zoals jullie zien, nog steeds hier gewoon alles uit wat uit moet staan. Om safe te spelen en eerlijk te spelen. Dus we gaan weer op 5 zetten. En we gaan weer vertrekken. We moeten wel even kijken waar we ongeveer ook alweer naartoe moesten. Dat is hier. In principe starten we daarachter pas. Of waren we hier gecrashed. Dus rij ik hier wel langzaam naartoe. Dan gaan we ook de collega's wel treffen. Nou kom. De eerste heli. Ik ben weer gespot. En ik word weer beschoten. Dus we gaan. Ik weet niet of het knipperlicht van dit ding echt zo is, maar kijk eens hoe die zichtbaar is. Dat, ziet toch, dat zie je toch niet als je erachter rijdt. Ligt dat nou bij mij? We moesten niet hierop, maar we gaan toch hierop. En zoef. En oh, oh. Ja, 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 ja. Geen stress, geen stress. Daar staat een autoladder. En die doet ook vandaag gezellig mee. En die heeft wel een rand van sirene, dat klopt gelukkig wel. Ik heb een platte wand, ik hoor het. Ik merk het niet. Oh, nu nog een. Oh, en ja, die schieten vanuit de auto, hè. Ik knal maar even op een boom of zo. Ja, ze knallen wel een boom. Even kijken. Gaan we zo dit doen. Naar achteren. Naar voren. Voor u, achter. Oh, nog een band. Yo. Voor u, achter u. Onder u. En hier doorheen. En zo. En dan gaan we nog even naar boven. En dan zijn we er eigenlijk al. En dat gaat allemaal heel snel. Dus we gaan gewoon nog een kant op. Nou trouwens, voordat ik te vroeg juich. Want ik weet hoe dit weer gaat. Dan ga ik daar nog dood ook. We wachten even tot we echt op de locatie zijn. Want zie je... Oh nee. Nou, ik wilde zeggen, anders ga ik nu weer helemaal... naar beneden om omlaag op een uur te beginnen, maar dat ging niet zo makkelijk, want je kwam in de tuin en zo. Kijk, ik ben er te vroeg aan het juichen. Dat moet ik niet doen. We hebben nog een hele band, ja, linksachter. Oh, ja, dat was ook linksachter. Oh, de marsjes, oh my god. Het gaat er een fout zo meteen. Even kijken, hier kunnen we al tussendoor zo. Hoppakee, we pakken hem even linksom. Er is wel 0,0% stress, merk ik. Ze raken me op de een of andere manier niet. En dan doe ik met de schoten. Ja. Nou, ik hoef maar twee schoten door mijn hoofd te hebben. Dan ben ik dadelijk ook nog gedoopt, hè. Geen stress, geen stress. En we zijn op de locatie. We gaan gewoon eens kijken. Of we weer terug omlaag komen. Ik heb mijn fix in principe nog niet gebruikt, hè. Maar dat komt ook omdat ik een beetje zat te denken van. Ik heb nog niet... Ik was natuurlijk opnieuw moeten beginnen. Maar ik ga hem nu gebruiken. Dan gaan we nog gewoon eens
kijken hoe lang we het volhouden met weer verder zelf te rijden. Het was dus easy win vandaag. Zo gaat het niet altijd. Het is voor mij ook wel altijd moeilijk zoeken waar ik nou naartoe moet en hoe ver dat nou is en of dat nou binnen 3 minuten klaar is of tot ik daar ineens 12 minuten over bezig ben. Dat is ook moeilijk inschatten voor mij. Nou, we hebben even de auto hier geparkeerd. Ja, mooie auto, hè? Mooie foto maken zeker. We gaan ermee kappen. We waren net nog even, ik dacht even, ik ga gewoon rijden tot hoe ver ik kom. Ja, toen crashte die dus, tot daar ben ik gekomen. Jullie gaan zo meteen 2 nieuwe opties in beeld zien voor multiplayer. Dus ik ga weer met 3 mensen of 4. Hoeveel had ik er? 3 geloof ik, hè? Die ga ik weer achter mij aan laten zitten. En daarna, als dat een beetje snel gedaan is, mogen hun zelf nog er vandoor proberen te gaan. En ik denk dat dat wel weer lachen wordt. En ik denk ook dat dat wel helemaal goed gaat komen. En ik denk ook dat dat 2 delen gaan zijn. Want dat anders wordt het wel heel lang als iedereen toch 10 minuten tijd krijgt. Alles bij elkaar, hè, van voorbereiden en zo. En je bent met z'n 4, heb je toch al een video van 40 minuten. Kun je beter 2 video's van 20 minuten pakken. Ik zou zeggen, de opties komen zo meteen in beeld. En tot de volgende video. Doei!